Vandaag start hier een nieuw initiatief van de Stichting Rembrandt Schildertjes. Dat is namelijk een talentenklas. Dat is bedoeld voor een aantal getalenteerde kinderen van de 50 Rembrandt Schildertjes die in juni mee hebben gedaan aan het project Rembrandt Schildertjes op het Rembrandtplein. Toen hebben ze daar allemaal een schilderij gemaakt onder leiding van kunstenaars. Dat is geëxposeerd in het stadhuis in november. En wij hebben met wat extra ondersteuning van de Rotary hebben we nu de mogelijkheid gekregen om wat meer te doen. En toen is de keuze gevallen op een project om een aantal getalenteerde kinderen aan te moedigen om wat meer te doen op dit gebied. Klopt, dit is de eerste les in het kader van de Rembrandt Schildertjes. En dat zijn een aantal uitgekozen kinderen die het heel leuk vinden om te schilderen. En die hebben meegedaan aan de Rembrandt Fiesta. En nu mogen ze hier 10 weken lang komen schilderen. Wat ga je ze leren? Ja, heel veel. In eerste instantie de basistechnieken zoals over kleurleer, vormleer, een beetje kunstbeschouwing. Ik haak aan op bekende thema's in de kunstgeschiedenis. Werk zoals bijvoorbeeld van Picasso of Rembrandt, dat soort schilders ik aan de orde stellen. Ja. En gaan ze zelf ook schilderen? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, we beginnen eerst met 10 minuten, een beetje theorie, of dan leer ik ze een techniek. En daarna gaan ze zelf aan de slag. Het is ook de bedoeling dat ze uiteindelijk hun eigen werk maken. Ze maken een kunstontwikkeling door. Ja, dat klopt. Die kinderen die zijn geselecteerd door 8 kunstenaars. Dat zijn dus de begeleidende kunstenaars van het project. Die hebben op basis van wat de kinderen daar gemaakt hebben, hebben die een keuze gemaakt. Die hebben bij mij allemaal een voorkeurlijst ingediend van welke 10 kinderen, dat was dan de vraag, zij een aanmerking vonden, komen hiervoor. Nou, en dat heb ik geturfd. En daar is dus een groep van nu 11 kinderen uitgerold, want ja, dat kwam wat handiger uit dan 10. Er zaten er toevallig 11 die aan de selectiecriteria voldeden. En die beginnen vandaag. Die krijgen iedere week een les van 1,5 uur hier in de kunstenschool Kaliber. Onder leiding van Janke Nieboer. En dat project dat eindigt dus 30 mei. En tijdens het Lentefestival, dat zal dus ongeveer gelijk lopen met die expositie, dan wordt er ook een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan het kind die de beste prestaties of de meeste verwachtingen levert. Die criteria die bedenken we nog en daar maken we ook een kleine jury voor. En dat is in het kort gezegd wat er gaat gebeuren.